Het leggen van een goed fundament bij kinderen, het is heel belangrijk. En vooral als het gaat om de mentale gezondheid, want het begint vanaf jongs af. Vandaag praten we met Jennifer Phillips. Zij is docent op de Kangaroo School. En ze gaat het dus hebben over hoe zij op een creatieve manier haar kindertjes dit bijbrengt. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Mevrouw Jennifer Phillips, u bent op een hele creatieve manier bezig kinderen eigenlijk bewust te maken over een aantal zaken. Maar voordat we daarover praten, dank u wel dat u tijd vrijgemaakt heeft om met ons te zitten vandaag. Hoe belangrijk is eigenlijk het beroep van leerkracht zijn voor u? Dan ga ik u meteen even corrigeren. Het is Philip, geen Phillips, zonder die S. Mentale ontwikkeling bij kinderen is heel erg belangrijk, vooral voor de toekomst. Kijk, we zijn anno 2023, horen we steeds van zelfdoding, mensen die anderen vermoorden. Het is omdat we niet weten om te gaan met onze emoties. Volwassenen tegenwoordig zijn zo gefrustreerd en geïrriteerd, vooral met de situatie in het land momenteel. Mijn hoop is dat als ik nu die mentale stabiliteit van kinderen kan stabiliseren, ze leren hoe ze zich moeten uiten, hoe ze om moeten gaan met de emoties, dat het later geen issue wordt. Dat niet wanneer een vriendin de vriend heeft gelaten, dat hij er meteen wil gaan vermoorden, maar dat hij ermee weet om te gaan. En omgekeerd ook hetzelfde bij de meisjes. Oké, en het is ergens begonnen, dus dan wil ik teruggaan helemaal naar het begin. Hoe bent u op het idee gekomen om dit door middel van, of ja, op een creatieve manier dat aan de kinderen aan te leren? Creatief lesgeven zit eigenlijk in me, om het zo te zeggen. Ik heb het altijd zo gedaan. Wat heeft ervoor gezorgd dat ik... Ik weet niet, er is waarschijnlijk iets gebeurd een keertje en toen heb ik gezegd, nee, we moeten eraan gaan werken. Ik kan me wel heugen dat ik ooit eens... jaren geleden heb ik lesgegeven in Ikeri, op OS van Pettenpolder zat ik toen. En er was een situatie waar een jongen het terrein van de school binnen is gekomen en heeft dat kind 12 of 14 keer gestoken met een mes. En hij heeft het gedaan omdat hij vond dat hij gepest werd en hij had brokgevoelens tegen dat kind. En vanaf toen had ik zoiets van, als we zo jong al zo agressief omgaan met onze emoties, als we zo jong al zo snel uit onze vel springen dat we anderen willen vermoorden en pijnigen, dan moet er wel wat aan gedaan worden. En vanaf toen begon ik gesprekken in de klas te hebben, kinderen uit te leggen waarom het belangrijk is om te zeggen wat je je voelt, hoe je je voelt, wat er in je omgaat. En daarom zeg ik ook steeds tegen collega's en tegen mijn ouders dat wanneer we praten met kinderen, dan leg ik de nadruk op met, niet tot. We hebben de neiging om tot ze te praten. Wat ik zeg is wet. We moeten leren om te luisteren. Want wij denken, het zijn kinderen, ze weten niet wat ze willen. Ze weten heel goed wat ze willen. Ze weten heel goed hoe ze zich voelen. En ik denk als kinderen zich gehoord voelen, dan kunnen ze zich ook veel beter uiten. En dan kan je ook veel makkelijker problemen sneller ontdekken en oplossen. Ja, mijn eerste vraag was trouwens ook wat eigenlijk hoe belangrijk het beroep van leerkracht is. Maar dan wil ik hem gelijk koppelen. U gaf bijvoorbeeld aan, praten met kinderen. Je kiest ervoor om eigenlijk een goed fundament te leggen. En eigenlijk zijn kinderen veel meer op school dan thuis. Dus hoe belangrijk is de bijdrage van de leerkracht in het leven van een kind? Het is heel belangrijk. De klas, de school is het tweede huis van een kind. Weet je, kijk, zoals ik al zei, de situatie in het land momenteel zorgt ervoor dat ouders 2-3 banen hebben. Kinderen zien hun ouders vroeg morgens wanneer ze naar school gaan. En wanneer de ouders thuis komen, zijn die kinderen al in bed. Omdat mama 3 banen moet draaien bijvoorbeeld. Die emotionele ondersteuning thuis is daar iets minder. En niet omdat die ouders niet willen, maar omdat ze niet kunnen. Het is dan onze taak als leerkrachten om dat stukje op te vangen. Het lijkt misschien veel, maar ik denk als wij die mindshift maken dat... Wij de moeders zijn op school, wij de vaders zijn op school, dat het zo gedaan is. Mijn leerlingen allemaal in de klasje kan ze vragen. Ze hebben allemaal het gevoel, dat moedergevoel voelen ze bij mij. Ze weten ze kunnen bij mij terecht. Ze weten ze kunnen hun hart bij me luchten. En dat krijg ik dan ook vaak, dat kinderen met hun problemen komen. Omdat er thuis op dat moment niemand is bij wie ze zich veilig voelen. Of bij wie ze zich kunnen uiten op dat moment. Dus het is heel belangrijk dat het onderwijs, de leerkrachten...
het tweede gevoel voor de kinderen zijn, voor als een tweede huis. En hoe creëer je zo'n veilig gevoel? Want ik weet ook, ik ben ook student geweest, je voelt je niet bij iedereen veilig. Ja. Inderdaad, net als wat u aangaf, de kinderen voelen zich veilig bij u. Dat wil zeggen, u heeft een bepaalde omgeving gecreëerd voor ze. Dus hoe doe je dat? Ik begin vanaf 1 oktober. We beginnen niet gewoon patsboom midden in het schooljaar. Als je vanaf 1 oktober je fundering begint aan te mengen met je kinderen. Alles samen met je kinderen doen. Consequent bezig zijn. Structuur bouwen. Ritme hebben in je klas. Dan raken ze op een gegeven moment ook gewend. Als je structuur hebt in je klas. En dan zeg ik niet, we moeten zoete mensen zijn. Er mogen geen regels zijn. Je moet niet streng zijn. Je mag streng zijn. Maar geef kinderen ook het gevoel, ze mogen fouten maken. Als je dat vanaf 1 oktober aanpakt. Eerste kwartaal gaat het nog een beetje stroef, want ze observeren de juf. Ze willen weten, wat kan ik bij deze juf doen? Wat mag en wat mag niet? Op een gegeven moment hebben ze het ook door, want ze krijgen een bepaalde ritme. Ze hebben op een gegeven moment door van, als ik bij vrouw Jennifer ga, jaag ze me niet weg. Ik kan altijd beter gaan om mijn zegje te doen. Ik mag altijd zeggen als ik iets niet snap. Ik mag 100 keer verder gaan om iets uit, als ik iets niet begreep, om het uit te leggen. Dan creëer je dat veilig gevoel bij ze. Ja, dus je begint eigenlijk gewoon vanaf het begin. Heel belangrijke opmerking die u gemaakt heeft. Maar je bent leerkracht, je komt met een heleboel verschillende karakters toch in aanmerkingen. En niet elk kind is hetzelfde. Dus hoe probeert u op zodanige wijze nog steeds allemaal hetzelfde te behandelen zonder de ene tekort te doen? Differentiëren. Differentiëren is nu 100%, differentiëren staat 100% hoog bij mij in de klas. En dan met differentiatie heb ik het erover van, de leerstof ga je aanpassen aan ieder kind. Niet aan ieder kind, maar je hebt kinderen in groepen. Mijn klas bijvoorbeeld bestaat uit 24 leerlingen. En uit de 24 zijn misschien 17 snel. 7 zijn iets minder snel. Ik zorg dan ervoor dat ik dan iets minder werk heb voor die 7 leerlingen. Hetzelfde leerstof, maar waar die snelle kinderen bijvoorbeeld 10 rijen gaan maken voor me, mogen die 7 kinderen 5 rijen voor me maken. Zodat ze aan het einde van de les toch die hoeveelheid leerstof hebben kunnen oppakken. Differentiëren is altijd 100%. Veel aanschouwelijk materiaal gebruiken. Tegenwoordig zijn kinderen, vooral COVID-periode pas achter de rug is, iedereen heeft de achterstand. Ook wij leerkrachten hebben dat we weer in die ritme moeten komen. Als je met aanschouwelijk materiaal te werk gaat, kinderen zijn heel erg visueel ingericht. Wanneer ze iets zien, snappen ze het zo. Dus met al deze dingen ga je rekening moeten houden. Ook contact houden met de ouders. Niet proberen om het alleen te doen als leerkracht. Want alleen gaat het me zeker niet lukken. Ik heb altijd constant, consequent contact met mijn ouders. Ik wacht niet tot ouderbesprekingen. Zodra ik merk van deze leerling zakt of deze leerling gaat achteruit, trek ik gelijk aan de bel. U heeft een heel mooi punt aangehaald, ouderparticipatie eigenlijk, met een mooi woord gezegd. Hoe belangrijk is het in het leven van een kind? Ik denk dat mensen nog niet echt snappen hoe belangrijk het is. Belangrijk, en dat is een van die uitdagingen die we hebben, dat je niet altijd ouders hebt die mee willen doen of ouders die tegenwerken. Wanneer ik dan ouderbespreking heb, ik probeer zo, hoe zeg je dat, hoe moet ik het uitleggen? Ik probeer het echt zo, ik kan het niet in woorden uitdrukken. Ik probeer het juiste woordje te vinden. Ik doe alle moeite om de ouder tenminste voor één gesprek hier te krijgen. Als de ouder niet kan komen, dan proberen we het telefonisch of we proberen het via Google Meet. Maar ik probeer de ouder hoe dan ook te spreken. Wanneer ik dan die ouder onder ogen krijg, probeer ik de nadruk erop te leggen wat het doel is van ouderparticipatie. Hoe belangrijk het is, wat het nadeel ervan is als een ouder niet erbij is of niet mee kan helpen wanneer het op de opvoeding, want we praten niet over voeding, opvoeding van hun kinderen. En als zij niet kunnen, dan wil ik altijd wel weten met wie zijn de kinderen dan thuis in de middag. Dan wil ik wel met die persoon praten, want in mijn eentje gaat dat niet lukken. Ik heb altijd de persoon nodig die thuis, want ik ben daar in de klas bezig. En dan wanneer ze thuis zijn en het wordt aan de kant gelaten, dan is dat kind niet gehoord, dan heeft het geen zin niet, klopt. Dat is inderdaad zo. U geeft door middel van creatieve, of op een creatieve manier probeert u de kinderen bewust te maken van verschillende dingen. Kunt u ons vertellen wat het precies inhoudt? Dus hoe ziet een dag eigenlijk eruit waarbij u bezig bent met uw creatieve activiteiten? Kinderen worden met een dominante rechterbrein geboren. Onze hersenen is verdeeld in twee delen.
twee delen. Een rechter en een linkerdeel. Die van de kinderen, de rechterkant is heel erg dominant. Dat is de creatieve kant. Daar zit fantasie, ontdekken, experimenteren, out of the box thinking. En aan de linkerkant, daar heb je dus de logica, woorden, zinnen, analyse, strategieën en noem maar op. Nou, het onderwijs richt zich dus erop om de linkerkant te versterken. Waar kinderen gaan leren om te lezen, om zinnen te construeren en noem maar op. Wat als wij nu als volwassenen, als leerkrachten, beide kanten van de hersenen gaan stimuleren? Het creatieve en het logische. Wat ga je op een gegeven moment krijgen? Creatieve denkers. Je moet nagaan, er is een gezegde, er zijn meer wegen die naar Rome leiden. We moeten kinderen tegenwoordig leren dat er niet maar één manier is om een oplossing te vinden. De een doet het uit het hoofd, de een heeft een klapblaadje nodig, de een heeft aanschouwelijk materiaal nodig, de een kan het op zijn vingers. Alle soorten manieren zijn er om kinderen te krijgen waar je ze wil krijgen. Snapt u? Ja, maar als we kijken naar ons onderwijssysteem, vindt u dat het zich echt leent hiervoor? Want ik denk dat het soms nog te wensen overlaat. Het laat zo niet zo te wensen over, maar dan zeg ik ook, het ligt aan onszelf. Als we steeds moeten wachten op het systeem, dan gaan we daar blijven zitten. Ik denk dat we gewoon uit jezelf moet je het proberen te doen. We kunnen niet wachten op onderwijs om te zeggen van luister, jullie moeten vanaf nu creatief les geven. Of althans, het wordt van ons gevraagd, maar ik denk dat de mensen ook behoorlijk gedemotiveerd zijn. Dat ik zeg, een van de uitdagingen zijn oude participatie, maar dan heb je weer een andere uitdaging dat van de leerkracht zelf is motivatie. Weet je, om dit soort dingen te doen moet je gemotiveerd zijn. Ik moet eerlijk toegeven, ik ben ook niet altijd gemotiveerd. Het neemt heel veel wilskracht en energie om het uitje te krijgen. En dan aan de ene kant snap ik mijn collega's soms wanneer ze zeggen van, nee hoor, ik doe mijn moeite niet. Ik snap het. Maar ik ben eenmaal zo, ik kan gewoon niet anders. Ik kan gewoon niet minder geven. Alhoewel ik gedemotiveerd ben, of ik een beetje teleurgesteld ben in het systeem, kan ik niet zeggen dat ik minder ga doen omdat zij minder voor mij doen. Ik kan dat niet. Zo doe ik de kinderen tekort. En behalve dat ik leerkracht ben, ben ik zelf ook ouder. Hetzelfde wat ik zou willen voor mijn kind op school, geef ik aan mijn kinderen. Geef ik aan mijn leerlingen. Ja, dat is een hele goede motivatie dat u op zich heeft. Dan kan ik begrijpen waarom u wel gemotiveerd bent. En wat doet u precies met de kinderen? Dus ik bedoel, hoe ziet het eruit? Wanneer we 's morgens naar school komen, als u misschien achter u kunt kijken, hebben we onze ochtendgroet. Ik heb daar een bord. We doen een ochtendgroet of een brasa, of een high five, of een box, of alle drie. In de meeste gevallen hebben kinderen altijd behoefte aan een brasa 's morgens. En als je merkt dat kinderen vaak bij je komen voor die brasa, dan weet je alvast je kinderen zijn veilig. Ze voelen zich op je gemak bij je. Daarna heb ik een mentale gezondheid check-up board achter u. Ieder kind heeft zo'n staafje met hun naam. En dan zijn er 2, 4, 5 verschillende emoties daar. En dan zetten ze hun naam, hoe zij zich voelen die dag. Gedurende de dag wanneer ze werken, dan wandel ik en dan kijk ik wie zich minder voelt vandaag. Dan trek ik zo'n kindje wel apart om extra aandacht en liefde te geven voor de dag. Wanneer we gaan starten, ze komen in de klas, iedereen groet netjes. We beginnen eerst met ademhalingsoefeningen, zodat iedereen tot rust komt. Als u kijkt op het bord daar, dan schrijf ik de lessen voor de dag. Schrijf ik gelijk, dit gaan we doen voor taal, dit gaan we doen voor rekenen, dit gaan we doen voor dit, zodat ze weten hoe hun dag eruit gaat zien. Ze hebben dan een beeld van, hey, dit moet ik doen, dit verwacht je vrouw van me. Hiermee moet ik klaar zijn aan het einde van de dag. Ik behandel alle drie belangrijke vakken voor de dag. Zonder dat ze werken, behandelen we eerst alle drie. En daarna mogen zij zelf kiezen wat zij op dat moment willen maken. Na de pauze gaan we dan samen corrigeren en aan het einde van de dag is iedereen klaar. Nu ga ik eerlijk zeggen, ik heb 24 leerlingen. Ik had leerlingen die traag waren, ik had leerlingen die heel snel waren. Die gaan 12:30 zijn allemaal leerlingen klaar. Ik heb geen want meestal sturen we huiswerk mee naar huis. Ik hoef geen huiswerk mee te sturen. Omdat allemaal leerlingen hun werk af hebben gemaakt. Omdat ze op hun eigen tempo mogen werken. Dat is differentiëren. Ik ben erg onder de indruk van de manier hoe u les geeft. Wat zijn de voordelen die u heeft gemerkt? Welke voordelen heeft dit, dus uw manier van lesgeven, gehad op de leerlingen en hun prestatie? Ik heb tot nu toe 100% overgangers. En dan leg ik de nadruk op overgangers, geen doorstromers. Ik heb geen leerlingen die doorstromen. Ik heb kinderen die overgaan. Wanneer mijn leerlingen naar de volgende groep gaan, moeten leerkrachten gelijk zeggen, deze kinderen komen van juffrouw Jennifer. Ze weten het gelijk. Ik zet discipline in mijn kinderen. Ik geef mijn kinderen een bagage.
wanneer we van het voordeel dat ik krijg op de manier waarop ik les geef, dat ik zeg 12:30, de school duurt tot 13:00, 12:30 zijn allemaal leerlingen klaar met hun leerstof. Er is geen repetitie tot nu toe die ze niet hebben kunnen maken. Omdat ik ervoor zorg dat bij het uitleggen ik altijd een creatief gedeelte heb, waardoor ze het sneller oppakken. Ik zei het al, onze hersenen zijn tweegedeeld. Laten we gebruik maken van beide, het logische en het creatieve. Spelenderwijs, kinderen houden van spelletjes. Spelenderwijs onthouden ze dingen zo snel. Kijk nou, je kan een leerling zetten om geschiedenis te leren. Atjini, onthoud wat geschiedenis. Geef er een liedje om te zingen. Binnen een dag hebben ze dat liedje uit het hoofd geleerd. Laten we geschiedenis erin interpreteren. Geschiedenis in een liedje bijvoorbeeld aanleren. Voordat je denkt, hebben ze die geschiedenis in hun les. Wanneer ze die repetitie gaan maken, zingen ze dat liedje. Ze hebben alle vragen voor je ingevuld. Ik kan me helemaal, mijn moeder zal kijken en er hoes goed doen, want dat is, hoe ze me, dat is precies hoe ze deed, op mijn keyboard of op mijn gitaar. Ook die oude methode van vroeger werd er ook zo lessen gegeven. Toen ik vroeger jonger was, zei ik ook altijd, ik wil je vrouw worden, want ik kan alle creatieve leerkrachten van vroeger kan ik nog huren. Je vrouw Robles, je vrouw Toendang, ik kan ze allemaal nog zo onthouden, omdat het leerkrachten waren die indruk op mij hebben gemaakt. Maar vandaag aan de dag, wanneer mensen horen, je bent leerkracht, rekenen ze op je neer. Maar men heeft al geen idee hoeveel energie, hoeveel liefde in het werk gaat om dat kind te krijgen waar ze moeten zijn. Ja, vindt u dat met al hetgeen jullie doen, dat jullie inderdaad wel die waardering krijgen die jullie toekomt? En wat zou beter daaraan kunnen? Ik zou niet weten hoor. Mensen zeggen steeds, ja, leerkrachten zoeken steeds geld. Ik zoek geen geld. Geef me een huis. Geef leerkrachten een huis. Net als hoe ze bijvoorbeeld die projecten hebben voor de polities, projecten hebben voor verpleegsters, maak een project voor leerkrachten. Waar er woningen zijn, leerkrachtenwoningen. Want in de districten heb je dus de leerkrachtenwoningen. Ik heb ook lessen gegeven in Ikeri. Daar was ik in een onderwijswoning. Zet ook onderwijswoningen in Paramaribo. Het was zo makkelijk voor me in Ikeri. Want ik hoefde me niet druk te maken over huur. En dan zeg ik niet, geef ons die huizen gratis, maar laat ons die huizen aflossen. Op een redelijke prijs. Kijk, ik ben bijvoorbeeld 17 jaar in het onderwijs. Ik heb er niks voor om te wezen. Straks ga ik met pensioen. Ik heb niks kunnen doen met mijn leerkrachtensalaris. Maar dan denk ik aan één kant. Mensen zeggen, waarom ga je niet eruit? Er zijn veel betere betaalde banen daar. Ik hou van mijn werk. Ik denk niet dat ik ga misschien een baan vinden die beter betaalt, maar ik ga er niet van houden. Ik heb er vaker aan gedacht. Van, ik denk dat ik uit het onderwijs moet stappen, want ik kom soms niet uit. Ik heb zelfs 2 kinderen, ik ben een alleenstaande moeder. Ik kom soms echt niet uit. Maar dan denk ik in mezelf, ja, dan wat ga ik gaan doen? Een werk waarvan ik niet hou? Ik doe mijn werk met plezier. Ik ben elke dag op tijd op school en ik ben soms tot 2:00, 2:30 hier op school. Omdat ik van mijn baan hou. Mijn kinderen, elke naast wat ze gaan, high five, boksai, brasa. Het geeft een voldoening bij de kind, wat ik bij die kinderen bereik. Je weet, je zegt, je bent leerkracht omdat je kinderen onderwijs. Je bent leerkracht wanneer dat kindje die 4'tjes en 3'tjes scoorde, heb gekregen om een 6 en een 7 te scoren. Dat ben je leerkracht. Dat gevoel die het je geeft, ik kan het niet beschrijven. Ja, maar ik merk ook dat u van uw werk hoort, de hele manier hoe u praat. Heel veel van mijn werk. Ik hou heel veel van mijn werk. En u heeft het vanuit een leerkrachtsperspectief aangegeven, maar welke andere factoren spelen een hele belangrijke rol als het gaat om het leggen of het goed maken? U snapt wat ik bedoel van mentaal sterke kinderen of gezonde kinderen. Los van die voeding die u hier geeft, wat speelt nog meer een belangrijke rol? Weet je, vroeger toen ik jonger was, mochten we ons niet uiten. Kijk, die opvoeding, wat ik zeg is wet. Wanneer je moeder de ogen van je peer, moet je gelijk, je moet rustig zitten. Iemand zegt je wat en je vraagt waarom. Waarom vraag je me? Weet je, als kind mochten we dit soort dingen niet vragen. En ik vind dat we kinderen, je moet wel die teugels in hand hebben. Maar je moet ze een bepaalde vrijheid bieden waar ze zich kunnen uiten. Kinderen moeten het gevoel hebben dat ze fouten mogen maken. Ze moeten het gevoel hebben dat ze zich mogen uiten. Weet je? Als je een kind hebt bijvoorbeeld die... Simpel ding. Een kind heeft een plantje laten vallen. En ze zijn gelijk stil, want ze denken, oh jee, fong fong. Het kind moet zich op zich gemak kunnen voelen om te gaan van, weet je, mama... Ik heb een plantje laten vallen. Zonder met het idee van er gaan consequenties komen. Ik ga gerammeld worden omdat ik dat plantje heb laten vallen. Simpele dingen. En ik heb het meegemaakt in oktober toen ik kinderen pas had. Heel eenvoudige dingen. Ze laten een beetje correctine vallen. En ze waren al bang dat je voor ons zou straffen. En op een gegeven moment zei ik, wat is hier gebeurd? Juf, ik heb correctine laten vallen. Dan zei ik, oké, dan gaan we het schoonmaken. Dan hebben ze door van, hé,
ik mag hier wel. Ik moet geen morserij maken, maar als ik een beetje morserij heb gemaakt of rommel heb gemaakt, is dat geen issue. Weet je, we leren jongens, ze moeten strak zijn, ze moeten streng zijn, ze moeten tof zijn, ze mogen niet huilen. Waarom niet? Waarom niet? Ik heb een ouder die me belde ooit eentje. Vrouw, hij heeft mijn zoon een standje gegeven en hij huilt hier. Ik zeg, en? Ik zeg, hij mag huilen. Laat hij door zijn emoties gaan. Ik zeg, wanneer hij klaar is met huilen, dan ga ik dat gesprek met hem aan. Jongens mogen huilen. Laat ze huilen. Het is hoe zij hun emoties verwerken. Het is inderdaad zo. We hadden trouwens, ik denk vorige week, een gast die het hierover had. Eigenlijk hoe jongens niet leren omgaan met hun emoties. En het is heel belangrijk, want we staan er niet bij stil. Maar in de toekomst kunnen er vreselijke gevolgen zijn. Heel veel effect. Kijk nu nog. Mensen, jongens die zichzelf gewoon schieten voor hun vriendin. Anderen die zichzelf verhangen. Anderen die hun vriendinnen in elkaar timmeren. Is omdat ze niet met die emotie weten om te gaan. En als we dat nu aanpakken, net wat u zei, een sterke fundering. Kinderen zijn net als huizen. Ja, als je fundering niet goed is, gaat het later brokkelen. Als we dat nu al stevig maken, dan heb je later geen problemen. Zo. Heeft u een boodschap die u wilt doorgeven aan uw collega-leerkrachten en ook de ouders? Of iets dat u met ze wilt delen? Weet je, men neemt boodschap vaak als dat je ze zegt hoe ze dat moeten doen. Ik zou zeggen aan mijn collega's, blijf zo doorgaan. Geef de moed niet op, hou het vol. Ik weet dat is moeilijk, dat is zwaar. Maar laten we hebben bewust voor het werk gekozen. Weet je, laten we ervoor gaan. Laten we ons beste beentje voorzetten. Ik weet, we hebben allemaal issues thuis. Laat het bij de poort. Doe je werk. Laten we mensen het gevoel geven. Of althans, we zeggen, leerkrachten zijn niet gewaardeerd. Laten we ze wezen waarom ze ons moeten waarderen. Laten we ze wezen waarom we belangrijk zijn. En aan de ouders wil ik vragen de participatie. Weet je, ik heb dat probleem niet in mijn klas hoor. Trouwens, ik denk ook, het hangt van de leerkracht ook af hoe je je tegenover de ouders opstelt. Dat de ouders zich ook vrij voelen van, ik kan even naar juffrouw Jennifer gaan. Maar als je vanaf het begin, streng opstelt tegenover de ouder, heeft die ook het gevoel van, ik kan niet naar die juffrouw toe gaan. Dus ik denk, vanaf het begin ook een open communicatie hebben met je ouders. Zodat ze weten dat ze vrij en blij bij je kunnen komen als ze een klacht hebben of een probleem hebben. Nou, mevrouw Jennifer, ik wil u hartelijk danken voor uw tijd. Dank u wel voor uw gastvriendelijkheid in de klas. En ik wil u heel veel succes toewensen met hetgeen u doet. Ik heb in ieder geval het gevoel wel gehad alsof u een hele goede leerkracht bent. En dat u het met liefde doet. Dank u wel. En dat was dus mevrouw Jennifer Philip en zij had het over waarom het leggen van een goed fundament heel belangrijk is voor kinderen. Dat was het wat betreft het eerste deel, maar gaat u nog niet weg, want er volgt een tweede deel van In Gesprek Met. Goedendag kijkers, welkom bij het tweede deel van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel hoorde u mijn collega Aranza Suedo over het belang van mentale gezondheid bij kinderen. In dit deel praten we met Pandit Nitin Jagbandhan over de Pandit-opleiding die afgelopen zaterdag 8 april van start is gegaan. Hij geeft ons meer informatie wat de opleiding inhoudt en wie er allemaal deel aan kan nemen. Pandit Nitin Jagbandhan, welkom in ons programma In Gesprek Met. We zullen direct met de deur in huis vallen. Er is op 8 april een opleiding tot Sanatandharma Pandit van start gegaan. Het is de eerste keer dat we horen van zo'n opleiding. Waarom horen we nu pas over een Pandit opleiding? Zijn er weinig Panditen in Suriname? Ja, inderdaad. Hartelijk dank ATV om dus vandaag hier te gast te zijn in de hoofdmandir van de Sri Sanatandharma Mahasabha Suriname. Ik moet wel zeggen dat Sanatandharma Mahasabha Suriname vanaf 1929 bestaat. En eigenlijk hebben we vanaf het begin door
de opleiding tot pandiet gehad. Maar het is dus in het begin meer nog een aangelegenheid geweest van spirituele leermeester naar leerlingen, die dus dan pandiet wilden worden. Maar langzamerhand begon dus dan dit meer vorm te krijgen. En in de eerdere tijden zijn de opleidingen meer geweest aan de meester Jagannath Lakshmanstraat. Ja, vroeger Koppenamestraat in de Mandir van Weilen Pandit Haldhar, Mathura Prasad. Daar werden dus dan de opleidingen geïnitieerd. Omdat Weilen Pandit Haldhar Mathura Prasad voorzitter was van de priesterraad, de examens werden ook daar afgenomen, waarbij dus dan het hoofdbestuur, ja, in het verleden onze erevoorzitter Dr. R.M. Nanan Pandey ook bij was bij het afnemen van die examens. Maar nu, vanwege de tijdsgeest, ontwikkelingen, de behoeften, etc., heeft Sanatan Dharma Mahasabha dus gedacht om de officiële opleiding tot pandit, tot karmakandi, al hier op het secretariaat van de priesterraad te doen verrichten. En u heeft het goed gezegd, afgelopen zaterdag 8 april 2023 hebben wij een aanvang gemaakt met de officiële opleiding tot wording van pandit. En 15 jonge brahmanen, ja, jonge talenten hebben zich aangemeld. Ik moet zeggen dat intussen binnen de 2-3 dagen nog 3 pandits zich hebben aangemeld. En de veronderstelling is dat meerdere jonge brahmanen zich zullen aanmelden om dus dan deel te nemen aan deze opleiding. Okay. Is er een bepaalde instapprocedure om deze opleiding te volgen? Ja, zonder meer. Het is denk ik een formaliteit dat er altijd een instapprocedure is wanneer je een opleiding zult volgen. In deze is dus dan de procedure allereerst. Je moet weten dat de Sri Sanatan Dharma Mahasabha Suriname, althans de Sri Sanatan Dharma, vanuit de orthodoxe leer gelooft in de Janmavadische Brahmanisme. Ja, en dat is dus dan van geboorte af Brahmaan. Dus dat is dan de eerste, hoe heet het weer, vereiste. Daarna moet je ook kennis hebben van het Hindi, omdat dus dan het Hindi eigenlijk de mantras en zo, die zijn allemaal vertaald in het Hindi. Maar een pro is ook dat je ook kennis hebt van het Sanskriet. Maar het Sanskriet onderwijs, dat zal dus eigenlijk ook gegeven worden tijdens deze opleiding. Ja? Een belangrijke vereiste is ook dat deze jonge brahmanen ook de Janeo Sanskar, oftewel de Yajnopavit Sanskar, oftewel de Yajnopavit Sacrament moet zijn ondergaan. En wat houdt dit sacrament in? Dus het is een sacrament waarbij dus dan de jonge pupillen worden geïnitieerd door een spirituele leermeester. En vanaf die dag dragen zij een sacraal koord. Ja? Dus dit sacrament is eigenlijk vereist om dus deel te nemen aan deze opleiding. En u heeft bijvoorbeeld aangegeven dat tijdens de opleiding ze Sanskriet zullen leren. Maar kunt u ons een beetje vertellen wat die opleiding precies inhoudt? Ja, kijkt u. De Sri Sanatan Dharma, de religiositeit, de beleving is erg divers, is erg groot, is erg ruim. En een van de belangrijkste zaken die spelen binnen de religiositeit is dat pandits, karmakandis, geestelijken een religieuze dienst gaan verrichten thuis bij de geloofsgenoten. Samen in gebed gaan en dus er worden rituelen, offerandes, ritualen verricht. En bij deze opleiding worden dus deze brahmanen dus dan pandits
worden dus dan getraind om kerbekandis te worden. Dat wil zeggen het verrichten van deze geestelijke rituelen, deze rituele handelingen. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste zaken, dat ze deze rituelen kunnen leiden. En aan de andere kant worden zij ook klaargestoomd om ook lezingen te houden in de verschillende mandirs of de verschillende tempels. Zoals elke religie-denominatie in hun gebedshuizen diensten houden, ja, waarbij dus ook lezingen erg belangrijk zijn. Zo worden dus dan, of zullen deze pandits ook klaargestoomd worden om dus deze religieuze diensten te leiden. We noemen het kathas te leiden, lezingen te houden. Binnen het Sanatandaram leiden jullie dus de priesters op. Maar heel vaak bij bepaalde andere geloofsovertuigingen zeggen mensen, je moet ervoor geroepen zijn. Bestaat dat ook bij jullie? Moeten mensen geroepen zijn om die functie te vervullen? Ja, roeping is erg belangrijk binnen de spiritualiteit. Ingeving is erg belangrijk binnen de spiritualiteit, binnen het geloof, binnen de levensovertuiging. En je hebt verschillende manieren waarop je een bepaalde bijdrage kan verrichten. Je kunt bijvoorbeeld ingeving en roeping krijgen om pandit te worden, om geestelijke te worden. Maar je kunt ook bijvoorbeeld de roeping krijgen van ik wil pracharak of pracharika worden. Dat zijn mannen en vrouwen die ook lezingen gaan verrichten, maar thuis bij mensen waar er iemand is komen te overlijden. Je kunt bijvoorbeeld ook een roeping krijgen om de pandits te begeleiden of de pandits te helpen om dus de rituele handelingen te verrichten in de vorm van het zoeken van attributen als verschillende bladeren, bloemen, attributen. Dus je hebt ook heel veel dingen nodig om zo'n ritueel te doen. Daarvoor kun je ook een roeping krijgen. Je kunt bijvoorbeeld ook een roeping krijgen om te helpen in de mandirs. Je kunt een roeping krijgen om middels zang en middels dans bijvoorbeeld, toch, de spiritualiteit te beleven. Dus er zijn zoveel modaliteiten, ja, op zoveel manieren kun je vanuit je roeping eigenlijk de gemeenschap ten dienste zijn. En we praten over de training die afgelopen zaterdag van start is gegaan. Hoe lang moet deze panditopleiding aan hem duren? Ja, dit is een primaire panditopleiding, toch? En daarna zal er weer een vervolgopleiding zijn. Want je hebt de assistent-pandit, dan heb je weer pandit. Er zijn verschillende gradaties binnen het systeem. Want deze opleiding gaat bijvoorbeeld 6 maanden duren, eerst toch? En daarna, dan kan je niet verwachten dat binnen 6 maanden direct de mensen gaan prediken. Ja. Dus basiszaken waarbij ze leren hoe een mandirdienst bijvoorbeeld te draaien, de rituelen in een mandir te doen, maar ook rituelen thuis bij mensen. Dus het is een primaire opleiding. De secundaire opleiding zal volgen, een tertiaire opleiding zal volgen, waarna de pandits helemaal, zullen worden klaargestoomd tot volledige pandit, volledige karmakandi. En hoe lang moet dat gehele traject duren? Hoe lang? Ja, ik denk dat met onderwijs dat wekelijks zal plaatsvinden, binnen een traject van 2 jaren, tussen 2 en 3 jaren dan, je kan praten over een volwaardige pandit. En wil dat zeggen dat de Sanatandaram na die 3 jaren weer zal beginnen met een andere panditopleiding? Ja, het is de bedoeling. Kijk, ontwikkeling is een proces dat constant voortduurt. Je gaat constant moeten investeren. Dus we zijn, ter informatie, we hebben 1 opleiding tot pracharak en pracharika hebben we binnen ongeveer 6 maanden afgewerkt met 25 mensen. Pracharak, pracharika zijn predikanten, mannen en vrouwen die thuis bij mensen gaan om dus dan de rouwdiensten te leiden. We zijn een aantal maanden terug
zijn wij begonnen met de opleiding tot pracharika in het district Nikeri met 15 mensen. Nu beginnen we, dus dan zijn we al begonnen met de opleiding tot pandit met 15 en meer mensen. En het is de bedoeling, het is ook voornemens van dit hoofdbestuur, dat al deze opleidingen steeds zullen worden verzorgd. Want het allerbelangrijkste is van, wat laat je achter voor je medemens? U en ik zullen niet altijd blijven leven. En we zijn pas geslaagd als mensen. Niet wanneer we alleen aan ons denken, alleen aan onze naam, faam, etc. Het belangrijker is dat je een stukje waarde, ja, achterlaat voor jouw medemens. Want dat wil zeggen dat die organisatie dan gaat blijven leven. De voortgang van al deze opleidingen, zal dat niet ervoor zorgen dat er een overschot bijvoorbeeld is aan bandieten? Want het is een kleine samenleving die we dienen. Hoeveel bandieten hebben jullie nu al in jullie systeem? Ja, we hebben ongeveer 120 bandieten. Maar ik mag u zeggen dat het erg weinig is. Bitter weinig is. Ja, dus deze 15 pandits is eigenlijk, gaat toch nog zorgen voor een druppel op een hete plaat. Naar schatting, wanneer wij 50 pandits nog bij kregen, zal dat ervoor zorgen dat alles, zeg maar, weet je, heel prettig kan gaan verlopen. Het lukt nog met het aantal 120, maar sommige pandits moeten bijvoorbeeld op hoogtijdagen 2 mandierdiensten doen. Begrijpt u? En, maar met nog meer pandits, men zegt niet zomaar, hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Dus met een 50 meer, zeg maar, als er nog 2 van deze opleidingen komen, met 15, 20, dan zijn we dan tevreden. Maar natuurlijk hopen wij dat dat door voortgang mag hebben. U heeft ook gezegd dat na 3 jaren de mensen die nu zijn begonnen aan de opleiding volwaardige pandieten zullen zijn. Binnen het traject zullen ze dus al leren om bijvoorbeeld diensten te draaien, een bepaalde rituelen te doen thuis bij mensen. Zal dat zelfstandig gebeuren of moeten ze begeleid worden door anderen? Nee, na die 3 jaren zullen ze binnen de, ja, dus kijk, na deze 6 maanden zullen ze dat natuurlijk doen onder begeleiding, ja, van andere senioren pandits. Maar na die 2 à 3 jaren, dan zullen ze in staat zijn om op hun eentje zelfstandig de rituelen te verrichten. En ik wil ook bij aangeven dat komende donderdag is dat op de agenda van het hoofdbestuur. Dat het hoofdbestuur eigenlijk willing is om na de 3 jaren dus dat, om de pandits ook te sturen naar India voor korte studiebeurzen, voor specialisaties. Ja. Dat wordt dus dan komende donderdag in behandeling genomen. Dat is een hele mooie opmerking, want dat is een van mijn vragen. Kunnen de Surinaamse pandieten ook in het buitenland hun diensten leveren, om het zo te zeggen? Jawel, zonder meer. Onze pandits in Suriname gaan ook religieuze diensten verrichten in India. In Nederland, in Amerika, in Trinidad, in Jamaica, in Guyana, in overal op de wereld. Ja, dus dat is helemaal geen twijfel. Pandits van hier reizen speciaal af om in India huwelijken te verrichten. Ja, dus dat hangt er vanaf wie de mensen zijn, aan welke pandits ze een voorkeur geven. En dat wil niet zeggen dat een pandit in India dat niet kan doen of in het buitenland niet kan doen. Maar als je een bepaalde band hebt met een pandit, een bepaalde relatie, een band hebt. Als je hier in Suriname woont en je verhuist naar Nederland, dan heb je graag dat je jouw eigen pandit, ja, daar naartoe roept om dus dan de diensten te verrichten. En als we kijken naar de opleiding, hoe staat het met de ethische? Wat worden de pandieten geleerd om wel en niet te doen bij het verrichten van hun ceremonies?
Ja, ik mag u zeggen dat de priesterraad, de Pandit Council van de Sri Sanatana Dharma Sabha Suriname, een strakke huishoudelijk reglement heeft. Waarin de normen en waarden, toch de gedragsregels, zijn vastgesteld. En ook zijn ook de sancties ook daarin opgenomen. Als de pandit eventueel in de fout zou kunnen gaan. Toch? Daarom is vorig jaar door de Vereniging Sanatana Dharma Sabha Suriname, en dat is uniek, een tuchtcollege in het leven geroepen. U mag dit meenemen en gaat die onderzoeken welke religieuze organisatie in Suriname denominatie een tuchtcollege heeft, maar niet alleen op papier, ook in werking is. Toch? Dus daarom, om erop toe te zien dat onze mensen niet in de fout gaan, en als ze ook in de fout gaan, ook daadwerkelijk worden gesanctioneerd, is deze tuchtcollege in het leven geroepen, waarin er een officier van justitie is, waarin er een commissaris van politie is, waarin er een pandit is en andere deskundigen. Ja, inderdaad, we hebben inderdaad kennis genomen van dus de tuchtcollege die vorig jaar in het leven is geroepen. Als we daarover praten, hoe vaak is er binnen dat jaar of binnen de afgelopen tijd een klachten ingediend over het werk van een pandit of het handelen van een pandit? Ja, binnen een jaar is het gemiddeld 4 gevallen. Er zijn ongeveer 4 gevallen binnengekomen. Houdt u me dat ten goede, want dan moet ik de voorzitter van het college even bellen en vragen als het misschien meer is geworden. Maar tot voor mij bekend 4 klachten zijn binnengekomen. Maar let wel, een klacht hoeft niet te pretenderen dat de pandit fout is geweest. Het wordt onderzocht en op basis daarvan gaat men kijken wat waar is en wat niet waar is. Er wordt hoor en wederhoor toegepast. Oké. En we merken ook dat dus elke dag zien we op tv een bepaalde reclame over een buitenlandse pandit die diensten wil leveren. Hulp biedt voor bijvoorbeeld geldproblemen, seksuele problemen, alle soorten problemen. En staan die mensen in lijn met de Sanatana Dharma? Nee. Wij hebben helemaal geen bemoeienis met deze mensen. Kijk, iedereen heeft het recht om te komen in het land als je visum krijgt. U komt en u krijgt eventueel toestemming van de overheid om hier te komen en bepaalde dingen te doen. Maar dat is niet de aangelegenheid van Sanatana Dharma Sabha Suriname. Het is een aangelegenheid van de overheid. En mensen in deze moeten eigenlijk heel erg bewust zijn. Bij wie ga je? Wat ga je daar doen? Heb je hulp ontvangen of niet? Toch? Je kunt mensen niet dwingen. Dat is het recht van elk persoon om zelf te bepalen waar hij of zij wil gaan. Toch? Wat ik wel weet is dat er wel klachten van hun binnen zijn gekomen hier bij ons. Sanatana Dharma Sabha Suriname heeft 2 tot 3 keren mensen erop geattendeerd. U kunt de artikelen nog gaan bekijken. Op Starnieuws zijn ze gekomen. Ja? En we hebben de mensen gezegd van kijk, wij zelf weten niet van waar die mensen zijn gekomen. Als ze eligible zijn of niet. Of als ze bijvoorbeeld kwakzalvers zijn. Toch? Want de vraag moet gesteld worden, als u 100% garantie biedt voor geldproblemen, relatieproblemen, alle problemen, dan ga je eerst jezelf rijk maken, toch? Dat is een rationele vraag, die mensen zonder te oordelen, toch, wie die mensen zijn. Dus ik zeg van, geloven in eigen kunnen. Denk aan je eigen mensen, aan je eigen product. En laten we dan onze eigen pandits de voorkeur geven. Onze eigen mensen, onze eigen Sranamangs, Surinamers. En niet alleen wat betreft pandit, maar ook whatever.
Zo kijkers, met deze woorden van Pandit Nitin Jagbandhan zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek Met. En zoals hij het zegt, moeten we als Surinamers in alles meer vertrouwen hebben in onze eigen mensen. Bedankt voor het kijken. We zijn volgende week terug met een nieuwe aflevering.